Dit is John. Als John alleen is, luistert hij naar van alles en nog wat, zoals rock, soul of klassiek. John luistert naar waar hij zin in heeft en hoeft geen rekening te houden met wat anderen vinden van zijn muziek. Op kantoor of op school komt het echter vaak voor dat John in een team werkt. Het kiezen van muziek op dat moment is een stuk moeilijker voor John. Iedereen in de groep wil natuurlijk graag luisteren naar wat hij of zij leuk vindt. Elke keer wisselen van wie de muziek afspeelt is een hoop gedoe. Bestaande muziekprogramma's bieden de mogelijkheid om muziek over het netwerk te delen. Er moet echter handmatig gekozen worden wat er afgespeeld wordt en van wie. Het team van John kan natuurlijk één persoon aanwijzen om dit te doen, maar dan krijg je vaak alleen zijn muzieksmaak te horen. Natuurlijk kan iedereen met een koptelefoon op gaan zitten, maar dit is erg ongezellig en kan ervoor zorgen dat je belangrijke gebeurtenissen mist. Muziek zorgt voor sfeer en verbreekt de stilte. Omgevingsgeluiden zorgen hierdoor voor minder afleiding. Vaak zet John gewoon de radio aan tijdens het werk aan het project. Lekker makkelijk. Zo hoeft niemand zich ermee bezig te houden wat voor muziek er wordt afgespeeld. Dit is meestal niet de muziek die iedereen wil horen en dezelfde muziek wordt vaak herhaald of er wordt doorheen geluld. Music probeert dit probleem op te lossen. Music combineert de muziek van iedereen in de kamer tot één grote afspeellijst. Niemand hoeft er zich mee bezig te houden wat er wordt afgespeeld. My Music kiest automatisch de geschikte muziek op basis van genre, meest afgespeeld of andere verzamelde data van alle aangesloten gebruikers. Iedereen zijn muziek komt evenveel aan de beurt. Zo wordt niemand buitengesloten en blijft iedereen tevreden. My Music creëert een persoonlijk en democratisch radiostation gebaseerd op de muziek en voorkeuren van alle aangesloten gebruikers. Wat heb je nodig? Een kamer, een groep mensen, één pc of mobiel met zijn of haar muziek erop en minimaal één paar boxen. Hoe werkt het? John werkt op school aan een groepsproject. Hij deelt een kamer met zijn team. Als John 's ochtends zijn lokaal binnenkomt, meldt hij zich aan met My Music. Omdat John altijd als eerste is, maakt hij kamer 1215 aan en koppelt zijn iPhone aan de boxen. Johns muziek komt in de afspeellijst terecht en My Music begint met afspelen. Zodra zijn teamgenootjes Tim en Roos binnenkomen, Melden zij zich ook aan bij Mi Music. Hun muziek wordt gecombineerd met de muziek van John. Mi Music kiest automatisch de geschikte muziek op basis van genre, meest afgespeeld of andere verzamelde data van alle aangesloten gebruikers. Iedereen kan echter ook zelf invloed uitoefenen op wat er afgespeeld wordt. Roos houdt bijvoorbeeld van Lady Gaga, maar John vindt dit verschrikkelijk. John kan het laten weten via Mi Music door op het duimpje te drukken. Als Tim hetzelfde doet als John, wordt het nummer geskipt. Je kunt echter ook aangeven dat je een nummer leuk vindt door op het hartje te drukken. Elke positieve stem heeft een negatieve stem op. Door op het hartje te drukken komt het nummer in je eigen collectie, zodat je deze later bijvoorbeeld terug kan luisteren. Je kunt ook één nummer, een genre of een artiest aanraden. Deze nummers worden dan bovenaan jouw gedeelte van de afspeellijst geplaatst. Alle teamleden houden van Cassabian en hebben bij meerdere nummers een hartje geplaatst. Music zorgt er dan voor dat Cassabian vaker bovenaan de afspeellijst komt te staan. Hoe langer je Mi Music gebruikt, hoe beter hij weet wat hij af moet spelen. Mi Music creëert een persoonlijk en democratisch radiosaison gebaseerd op de muziek en voorkeuren van alle aangesloten gebruikers.